Oh, is het niet goed zo. Hoe start je een brandweerauto? Nou, in ieder geval met deze sleutel. In deze video ga je eventjes meekijken hoe dat werkt. Mijn naam is Theo van www.brandweerauto.nu. Wij leveren onvergetelijke kinderfeestjes met een echte brandweerauto. En ook uitjes en bedrijfsuitjes. Ik neem je even mee. We gaan deze brandweerauto starten. DAF, brandweerauto uit 2001. Dit is dan de sleutel. Doen we in het stopcontact. Alleen, voordat we kunnen starten, moeten we eerst de hoofdschakelaar omhalen. Dan komt er stroom op te staan. Dan gaan we dus deze omzetten. Dan gaat die piepen en dat wil zeggen dat de luchtdruk nog te weinig is. En de luchtdruk heb je nodig om te kunnen remmen. Hij staat nu, één cilinder staat op 0 en de andere staat op 5. Het is ongeveer een week geleden dat hij voor het laatst gestart is. En de luchtdruk moet minimaal op 6 staan, wil je kunnen rijden. Dus we gaan hem even starten. Dit is een automaat. Hij staat standaard op neutraal als je start. Kun je ook zien hier zo, neutraal. Dus je hebt reverse van terug, hè? Achteruit, en je hebt drive. Hier heb je nog dat je de versnelling omhoog kunt zetten of omlaag. In principe hoef je niet aan te komen, hij doet het automatisch. En wat je dadelijk moet doen is op drive drukken, dat hij dus recht vooruit gaat. Zolang die piept, kunnen we niet gaan rijden bij een echte brandweerauto. Daar zit de luchtdruk standaard aan vast. Dat zal ik even uitleggen. De luchtvoeding, en daar gaat dus de hoge druk aan. Er is altijd genoeg lucht op dat je gelijk kan vertrekken. Wat er ook altijd aan zit is dit. Dat is voor de accu, dat de accu wat vol is. Kijk, hij is nu uitgepiept. Dat wil zeggen dat hij op druk is. Ook is een beetje een fabeltje, begreep ik, dat brandweerauto's altijd olie verwarmd is. Dus dat die als je wegrijdt, dat die olie dan gelijk warm is, omdat het op warm wordt gehouden. Maar dat is een fabeltje, begrijp ik, van een echte brandweerauto. Dus dat de accu geladen wordt en de luchtdruk altijd aanstaat, dat is in ieder geval geen accu. Wat zegt hij nou? Dus dat de accu geladen wordt en de luchtdruk altijd aanstaat, dat is in ieder geval geen accu. Nou, de poes heeft er ook zin in, die ligt daar. Wij gaan de brandweerauto in ieder geval een stukje vooruit rijden. Als eerste gaan we dus op drive drukken. D van drive, gaan we, je hoort hem al, gaan we deze eraf halen. Dat is de handrem. Ja, hij past hier net binnen. Dus de spiegel is ingeklapt. We gaan hem rustig laten rollen. Dan klappen we de spiegel uit. Je moet natuurlijk wel kunnen zien dat het allemaal goed gaat. Reverse drukken. Nou, het is een tijdje geleden dat hij gebruikt is, want ik zie toch wel spinnenwetjes. Reverse. Dan hoor je hem ook piepen. En dan kunnen we terug uit gaan rijden. Nou, dit was de video hoe je een brandweerauto start. Hoe je een brandweerauto stopt is eigenlijk net omgekeerde. Dus de sleutel terug en dan de hoofdschakelaar uit. Ja, ik heb nog een verzoekje. Want ik ben 4 augustus, word ik 50. En wat zou het leuk zijn als we op 500 abonnees uitkomen op ons YouTube kanaal. Dat zou natuurlijk geweldig zijn. 4 augustus, 50, 500 abonnees. Dus klik even op de link van abonneren. En abonneer zelf even op ons YouTube kanaal. Dan komt het denk ik helemaal goed.